Welkom in de Verenigde Arabische Emiraten. En mede namens mijn collega's van de economische afdeling van het consulaat-generaal in Dubai. Welkom in Dubai. Marhaban bikum fi dawlat al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida fi Dubai tahdidan. We're very happy to have you here with us. Dubai is de regionale hub voor het Midden-Oosten, maar ook voor de bredere regio, met name Zuid-Azië en Afrika. Voor Nederlandse bedrijven zijn er heel veel kansen, zoals bijvoorbeeld in de logistiek, in de gezondheidszorg en in de creatieve sector, maar ook in voedsel, energie en water. En die laatste drie sectoren highlighten we tijdens de wereldtentoonstelling de Expo. Expo will be bringing in businesses and governments and knowledge institutions together from 192 countries. All through the 6 months, events will take place and businesses will be able to showcase their products and services to clients from all around the world. De Nederlandse overheid heeft voor Expo 2020 een paviljoen gebouwd waarin water, voedsel en energie tastbaar worden gemaakt. Maar eigenlijk is het belangrijkste wat het paviljoen bevat een business lounge en een auditorium wat bedrijven kunnen gebruiken voor hun workshops, hun tentoonstellingen, hun presentaties en hun networking events. De overheid heeft in het paviljoen geïnvesteerd. Het is nu aan u om dat paviljoen te gebruiken. En ik hoop u dus allemaal in Dubai te zien.